Dit doet me zwaar. Ja, ik ben eigenlijk verdrietig. Na 140 jaar verdwijnt het papieren telefoonboek. En dat is natuurlijk hartstikke jammer, want het was een iconisch stuk. En daarmee verdwijnt ook de sporttelefoonboek scheuren. Nou, daarom gaan wij als afscheid vandaag nog één dag met Nederlands kampioen Wout Zijlstra op pad om telefoonboeken te scheuren. Ik scheur ze eigenlijk nog wekelijks door. Wow. Vandaag is een droevige dag. Hoe moet ik het de kinderen uitleggen straks nog wat het telefoonboek is? Die ging nog wat verder oefenen. Hij kwam tot 2 boeken. Maar Huub van Eck hier links tot 10 boeken. Het is helemaal spanning. Nu heb ik heel veel knijpkracht. Zie je? En dan knijp ik hem. En dan komt er zoveel spanning op dat hij wel begint te scheuren. Dus je deed zo? Ja. En dan kracht? Dan kracht. Het zag er heel makkelijk uit bij jou. Ja, kijk eens goed. Oké, nu moet ik alleen nog wat meer spierballen gebruiken. Ah! Misschien kunnen mensen op straat het wel. Voor mij is het een droevige dag, want ik heb wedstrijden ermee gedaan. Het is gebeurd met de telefoon. Het is gewoon klaar. Dus, ik wist niet dat ze bestonden. Mijn sport, mijn werk is... That really hurt! Doe die, maar dat is de beste manier. Ik denk niet, man. Om het te doen. Oké. Nou, ik ga gewoon niet worden, denk ik. Beetje breken. Ja, ik heb nog een dunnere. Nou... Oké, wacht. Kun je het een keer voordoen dan? Zeker. Godverdomme. Dat was een baan. Doet die even hoor. Kijk! Zo, yo. Wow. Want ik ben rapper. Yeah. Hij gaat. Sterke brieven. Kijk eens. Nou, hij is niet helemaal door het midden, maar ik heb hem wel geschud. Ik betreur het heel erg dat de telefoonboek verdwijnt. Ik hoop eigenlijk dat het terugkomt. Want ja, wie wil er nou niet zo'n groot boek kunnen verscheuren, hè? Ik bedoel, kom op nou. Hè? Anders zijn we allemaal watjes. Ik kan het niet eens. Dus ja, laat ze maar terugkomen. Goed zo.